wachten waar de lift komt. Ja, kom maar. Hier komt die. Ja, dit is jouw kamer, hè? Ja. Mama. Met je bedje. Mama. En je jasje. Gaat goed, Libby. Ik zit nu bij... Ik zit nu lekker te slapen. Maar, wat merk ik nou? Ik hoor geen gesnurk. Is dat al gelijk na zo'n ingreep? Ik hoor helemaal niks. Het ging zo snel vanochtend. Ik had mijn blauwe pak nog niet eens uit. Of ze waren al klaar. Dan kwam de kanoort me al halen. Nou, huh? De dag gaat heel langzaam. Maar ik heb wel tijd om eindelijk weer een vlog te maken. Ga ik dat maar even doen. Dit is Libby haar bed. En dit is mama haar bed. Ik heb een ballon voor jou meegenomen. Oh, wat lief. Wil je die hebben? Omdat je in het ziekenhuis bent. Dat is zo lief. Kom papa, kom maar eens bij me zitten. Wil je met die hand doen, hè? Wil je met deze hand doen? Dat is lief van jou. Wow, die is groot. Voor jou een hele... Wil je even zien? Kijk. Het is een... koning. Ja, houden we ambulance. Dan zitten we hier lekker te ontbijten. Ja. Gaat het al wat beter, Libby? Mm-hmm. Ja. Je bent al lekker aan het eten. Wie? En nog één. Nog één bal? Alle ballen erin? Ja, alle ballen erin. Alle ballen erin. Even wachten. Nog niet. Maar nog niet. Allemaal erin. En dan go. Oké. Kom maar naar papa lopen. Kom maar. Goed zo. Libby, ben jij een mooi kasteel aan het plakken? Hé? Hey? Heb mama een kasteel gemaakt? Hoe gaat het met jou, Libby, na de operatie? Ja, hoe gaat het met je keeltje? Gaat het goed? Keeltje gaat goed? Ja, hè? Moeten we nog even rustig aandoen? Maar we vermaken ons prima. Ja. En ja, waar zijn wij nu eigenlijk? Opa Limburg. Gezellig. Gezellig. Een mooie piano, hè? Zijn we bij de kringloopwinkel? Gaan we weer piano spelen? Maar zijn dat ook alleen witte bloedcellen? Nee, dat zijn rode. Dit zijn witte bloedcellen, neutrofielen. Ja? En dit zijn rode bloedcellen. Zijn dat die donutvormen? Ja, die zijn... Hier wat donutvormig, maar ik denk in de realiteit, ja? Ja, dan zijn ze dus iets meer ronder dan de normale mens. Ja, maar ik hoorde, ik voel gewoon helemaal. Is dat bloed van mama? Ja, en die. En die is van oma, die is van mama. Dat is mooi, hè? Libby, dit is cool, hè? Wat is dat? Dat is de oude muur van Maastricht. We zijn in een privémuseum van Harmesenwerk. Vet cool. Dit is gewoon Harmesenwerk. Ik denk dat ik
Zijn we nog even? Ga je bij oma lekker even proeven? Ja, ik wil even proeven deze. Of jullie lekker proeven. Oh. Yummy. Yummy, hè? Wil je lopen, Lou? Gaan we lopen. Gaan we lopen? Hallo, Libby. Ben je aan het vloggen? Goedendag, familie. Goedendag. Het zijn heel mijn hè. Heeft die koek gehad? Ja, we hadden het heel lekker. Het was we hebben lekker lasagne. Het was prima te doen. We hadden zoiets van 3, 4, 25 graden. Eén dag 30. Ja. Hi. Dus lekker. En dat was... Oh, ik geef je een hint. De naam is gelijk aan je moeder. Anneke. Anna Helena. Anneke. Ja! Hey. Zo. Dit wordt een battle. Hij weet het. Hij weet het. We zijn het spel Hitstar aan het spelen. Ik weet het. De Archies. Zoeka. Nee, maar dit is fout. Nee, dat is fout. Dat is fout wat jullie gedaan hebben. Ja, waar moet hij dan? Hij moet daar komen. Oh, daar. Shit. Daar. Oké. Okay. Ja? Ja, is het goed. Oh! Hey. Nancy, het is zomer. Ik hou je van. Je zegt dat het zomer is. Ja. Hé, hey, waarom zou het niet kunnen in de zomer? Chocolademelk en chai. Normaal heb ik het ook altijd in de winter. Ja, echt heel goed. Kijk dan, hier gaat hij, hè. Oh. Wat is dat? Een mameel. Stinkt die? Ja. Nee, toch? Gaan we naar boven. Wist jij dit? Go. Wat is hier aan de hand? Roland! Yeah. Wat is dit voor een grap? Ik ben heel erg flubber. Een beetje sprakeloos. Roland. Zo wordt het. Oh. Maar ik ben net niet op tijd klaar. Hey. Nou hallo, dit is echt heftig mooi. Wat gaat het? Oh. Hey, hele goede morgen. Lieve kijkers, ik heb afgelopen week lekker wat shotjes gemaakt van video's in plaats van echt talk video's. We zijn weer thuis. Ik ben zoals je ziet de bank helemaal aan het wassen. Alle kussenhoezen kunnen eraf en kunnen de wasmachine. Dus dat is super fijn. Daarom hebben we deze bank ook gekocht bij de IKEA. In mind met kinderen en dat soort dingen. Ik ga even fruitje eten. Ik heb er alweer van alles op zitten. Het is echt één grote mes. Maar ook alweer lekker. Want dan kan ik in de rust, nu de tweeling slaapt,
opruimen. Oh my goodness, Roland heeft gewoon als verrassing onze hele zoldertrap gerenoveerd en geschilderd afgelopen weekend. Stefan wist dit, ik niet. Echt bizar, niet normaal. Ja, ik ga straks even lekker showeren en dingen doen. Maar eerst wilde ik even lekker opruimen. We waren gisteren om 9 uur thuis. De tweeling en Libby hebben alle drie niet geslapen in de auto. Maar goed, het was niet echt een heftige rit of zo, maar ja. Wat? Ja. Het gaat lekker. Ik ben gewoon weer 2 weken terug van Amerika. Het is echt bizar. Maar ja, ik ben echt in een peace. Heerlijk. Ik heb lekker gewoon ook nog even vakantie. Dat is ook wel fijn. Dus ja, we gaan even ons ding doen. Ik wil lekker even alles schoonmaken. Een beetje declutteren. Dus daar heb ik wel zin in. Ja, dus dat. De kussens lekker wassen, alles fris maken. Ik wil heel graag het grondkleed. Ik vind het hier heel erg stinken naar hond. Ik denk doordat mijn spiraal verwijderd is een maand geleden, dat mijn geur en alles emoties weer. Mijn highs en lows weer er zijn. Op zich ook weer heerlijk. Ik had gewoon echt weer achteraf gezien met de spiraal weer heel monotoon een beetje. Maar ja, ik heb hem eruit gehaald omdat ik gewoon 2 weken per maand ongesteld was. Dat vond ik echt niet chill. En hij deed heel veel zeer. Ja, dus ik ben benieuwd hoe het nu gaat, nu eruit is. Ja. Het valt me op zich wel weer alles mee. Dus fruitje eten. Kom je naar mama stappen? De vlog komt online, jawel, jawel. Dus hierbij sluit ik de vlog af. Libby is lekker aan het bouwen. 2 uur slaapt. Dus ik wens jullie een hele fijne week. En wij gaan op een waterval verder zingen en dansen. Ja, dat. Bye!